Joe. Raf en Rani. Celebrate the 90s week hier bij Joe. Ja, en dat betekent niet dat we onze vaste reizigers aan de kant schuiven natuurlijk. Dus welkom, Juri en Dries. Dank u, hallo. Hey. Jullie zijn nog piep, hè? Dus jullie waren nog kleintjes in de 90s. Klopt dat? Dat klopt. En waar ik ben ging van 88, dan? Dus ik ben echt zo de kleuterklas binnengerold in early 90s. Hè? Ja. Noem zo eens één herinnering die je linkt met de 90s. Het is zo van Antwerpen. Ah! Ja? Het is lang geleden, denk ik, van in de 90s dat ik daar geweest ben. Dan moet je zeker eens terug gaan, want er is veel veranderd intussen. Maar het ligt ook aan het mooiste station ter wereld, hè? Ja. Prachtig. Vorig jaar uitgeroepen tot het mooiste station. Als we dan verder geraken, als we dan uit dat station geraken, wat kunnen we dan nog doen in Antwerpen? Goh, wij zijn onlangs een keer naar het MAS geweest. Mm-hmm. Maar dat is iets wat eigenlijk zo een Vlaming al rap een keer durft te vergeten. Ja. Zijn jullie er al geweest? Ja. Nee? Op een heerlijk zonnige zondagmiddag met de kinderen. Ja. Je kent zo een museum als iets statisch, waar dat de kunstwerken aan de muur hangen, waar je van de ene pancarte naar de andere wandelt. Maar in het MAS ligt dat zo mooi verspreid over al die verdiepingen en met die tussentrapjes. En je ontdekt eigenlijk achter elk hoekje en elk kantje wel een nieuw stuk en een nieuw kunstwerk. En dan, hoe hoger dat je gaat, hoe een beter zicht dat je krijgt over de stad. Ja. En dan plots is dan zo die een dead skull van Luc Tuymans ligt er dan zo op dat plein voor u. Ik vind dat toch wel een museumervaring 2.0. Je hebt eigenlijk ook nog andere manieren om Antwerpen te zien natuurlijk. Want ja, ik heb daarnet al gesproken over vanuit de lucht, vanaf het MAS, dat je dan het kunstwerk van Luc Tuymans ziet. Maar je kunt Antwerpen ook ontdekken van onder de grond. Ah, oeh. Dat is wat je doet. In de metro. Vanuit de metro. Nee, je hebt eigenlijk de Antwerpse ruien die dicht zijn. Maar je kunt daar dus gegidste toeren in doen. Op bootjes, met een tablet, met een gids. Die je dus eigenlijk vertelt wat dat de geschiedenis is van de ruien. Hoe dat eigenlijk het drinkwater vroeger in de stad geraakte. En hoe dat eigenlijk gedempte tokken en zo gemaakt zijn. Allee. Dus, ja. Nou ja. Heel straf. Echt onder de grond met zo een lamp op je hoofd. En moet je dan een neusknijper bij hebben? Ik zou dat toch meenemen. Ja. En een recentelijke aanwinst van de stad Antwerpen is het standbeeld van Nello en Patrasche. Dat ligt aan de kathedraal. Dat is een standbeeld van een klein jongetje met zijn hond die slaapt onder de kasseien van het plein voor de kathedraal. Ja. En het verhaal daarachter is hier niet zo gekend. Dat is vooral gekend in Japan. Is dat echt zo? Nello en Patrasche, die zijn daar cult. Echt? Ja. Dus ik heb het verhaal even een keer opgezocht. Ja. En het is een klein beetje triest. Het is een klein jongetje die... zijn mama was vroeg gestorven, dus het begint eigenlijk al allemaal niet goed. Want dan gaat hij bij zijn opa daar... gaat hij bij de melkboerderij gaan helpen en hij vindt een hondje langs de kant van de baan en dat wordt zijn beste vriend. Ja. En zijn opa sterft uiteindelijk, maar hij runt met die hond, grappig, Nello en Patrasche runnen de melkboerderij verder, totdat de molen in het dorp afbrandt en iedereen steekt de schuld op Nello en Patrasche. Maar hij was eigenlijk ook een tekenaar, hij tekende heel graag en hij schilderde heel graag en hij wou naar de kathedraal naar de werken van Rubens gaan kijken. Ja. En de werken van de kruisafneming, die waren niet toegankelijk voor het niet betalend publiek en hij werd daar heel triestig van. Ja. En doordat de molen was afgebrand, kon hij eigenlijk zijn melk niet meer verkopen. Mm-hmm. En is hij op kerstavond zonder centjes in de kathedraal gaan zitten met zijn hond. Hij is daar uiteindelijk gestorven. Oei. En op het moment dat hij stierf, dan viel het maanlicht net op de twee schilderijen van de kruisafneming. Dus heeft hij ze toch nog gezien. Zo'n triest verhaaltje. Ja. Het is wel een heel mooi standbeeld, echt wel. Ja. En ook nog iets leuks om af te ronden dan. Ja. Wat ik heel fijn vind om te doen, is langs de overkant van het water gaan naar Linkeroever. Zeker met zo'n mooie zomerse temperaturen. Ja. Om een beetje op het strand te gaan zitten van Sint-Anneke. En om te kijken naar de skyline van Antwerpen. Als je in Antwerpen staat of... zit of rondhangt. Dat is weer een heel ander beeld dan je krijgt. Zo. Niet. Ja. Ja. En zo eindigen we dan toch met een beetje zon. Nou, dat is het verhaal! Dankjewel daarvoor. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week.